We zijn er bijna. Druk hem maar in. Sarah ligt op bed en wij hebben besloten dat we film gaan kijken. Het is dinsdag en we zijn vandaag 3 jaar getrouwd. Maar dat vieren we vandaag niet, daar doen we niks aan, want dat hebben we natuurlijk zondag gedaan. Ik heb Marco wel een cadeautje gegeven. Marco had er nog niet aan gedacht om een cadeautje van mij te halen. Verschil moeten weten. Maar Marco is meestal van de dag zelf. Dan zegt hij, moet even wat kopen of dan komt hij dan halverwege thuis van met een cadeau of een. Ik zie het wel. En we zijn onderweg naar school. Ik heb het glas nog steeds in de kofferbak liggen. Dus ik hoop dat ik het zo niet weer vergeet. Oh, nou, mijn hele weg hier gewoon is afgezet. Gaat helemaal nergens over. Oh, kijk, Kimberly op de bakfiets. Die gaat er nu langs. Oh. Nou, hoop dat we op tijd komen dan. Ik mag. Ja, dat snap ik, meneer. Ik snap dat ik over de stoep moet als je de straat bezet houdt. Soms. Je denkt een vrouw achter de studie snapt het niet. Goed. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Oh, ik zie meisje ook niet naar school, terwijl ze niet ziek is. Hoe weet jij nou of ze naar school moet? Misschien zit ze op een andere school met een andere starttijd. Ik heb er zomaar aan gedacht. De wonden zijn de wereld nog niet uit. En ik heb net veel. Heel veel glas en heel veel zijn dubbele potjes. En gelijk nog textiel wegbrengen. Zo. Doei. Oh ja, waar ik ook super blij mee ben, dat heb ik volgens mij niet verteld. De vaatwasser doet het niet. Echt top. Wel, hij gaat wel aan, hij doet het, maar het wordt gewoon niet heet. Maar irritant. Dus ik zit hand afwassen. Ik heb zo'n hekel aan met hand afwassen. Echt verschrikkelijk. Zeker met een gezin. Er blijven spullen bij komen. Echt. Je hebt het nog niet afgewassen en het volgende staat er al. Ja, dat is momenteel even mijn leven. We zijn nog heel even aan het uitzoeken of het nou onder de garantie daar valt of niet. Dus even afwachten. En anders snel een nieuwe bestellen, want echt, ik heb een afwastrauma, zeg maar. Maar voor nu zal ik wel even moeten. En voor ik het vergeet, de outfit van vandaag. Top selected femme, broek, mango en schoenen van Calexis. De tijd vliegt altijd zo als je bezig bent. Het is ondertussen alweer tijd om Sarah op te gaan halen op school. En het is niet heel erg lekker weer, helaas. Ik hoop wel dat het van het weekend trouwens lekkerder wordt. Want dan hebben we natuurlijk een verrassing van Sarah. En ik weet niet wat precies, maar dan is het wel fijn als het lekker weer is, mocht dat nodig zijn. En sowieso vind ik het lekker als het lekkerder is dan nu. Dat was een hele slimme zin. Druk hem maar in. Sarah is alweer even thuis en die moet naar een afspraak. En ik ga dan even snel naar mijn ouders en ik breng ook Sarah de fiets. Ik weet eigenlijk niet of die in beeld zit, want mijn klepjes niet omhoog. Die breng ik naar mijn ouders, want de band is lek. En Marco zou hem plakken, maar die heeft het zo druk, dan wordt het een paar maanden plan. Dus dat vond ik niet zo'n handig idee. En dan kan ik even naar school fietsen. Ja, als hij dan nog zeg maar binnen 1,5 week weer bij ons heel voor de deur staat. Dan kunnen we nog naar school fietsen voordat het zomervakantie is. En dat heb ik al gezegd, het is de bedoeling dit jaar, hè, dat kan, dit schooljaar. Dus die gooi ik zo gelijk af. En dan kan ik naar mijn afspraak gelijk weer Sarah ophalen. Of in ieder geval, nee. Dan kan ik naar de fiets wegbrengen en Sarah weer ophalen.
En we zijn thuis, dus ik mag gelijk weer aan de kook. En zo stom, Mark zou niet thuis eten vandaag, dus daar had ik rekening mee gehouden. Dan doe ik altijd iets kleins samen met Sarah, wat alleen wij lekker vinden. En toen belde Marco net dat hij weer alles heeft omgegooid en dat hij nu dus wel thuis eet. Nou ja, daar had ik dus geen rekening mee gehouden, dus die bakt zo een eitje gewoon voor hem alleen. Ik heb trouwens nog steeds mijn pakjes. Dan haal ik een grotere verpakking en dan doe ik alles netjes zo invriezen. Ja, de letters zijn er een beetje af, maar ik heb het op al die dekseltjes geschreven. En daar ben ik nog steeds heel blij mee, want het is en heel netjes in de vriezer en ik gebruik geen plastic zakjes meer. En natuurlijk ook minder plastic wat je koopt in de winkel. Dus ja, vind ik heel erg fijn. Nu kip snijden, ik moet ui snijden, bos ui snijden. Broccoli had ik al klaargezet en dat doe ik dan met mee en met ketchup en alles klaarmaken. Oh ja, knoflook moet ik ook snijden. En Sarah en ik vinden dat heel lekker en het is ook nog eens gezond. En dat is natuurlijk helemaal mooi. Kijk hoe lekker en gezond dit eruit ziet. En hier gaat dan zo de mee bij. Ik heb cadeautjes gekregen voor onze trouwdag. En Sarah die had ze al gekaapt, dus nu maken we er allebei één open. Wat is kapen? Ja, hoe leggen we dat uit? Ingepikt, zeg maar. Oh, vliegende cadeautjes. Zit die nou weer ingepakt? Oh nee, dat is de verpakking, moet je het wel laten zien. Zo, ding, zo ziet hij eruit. Ja. Zo, zit het strak in de verpakking? Ja. Ja. Oeh, oorbellen. Ah, dat heeft papa denk ik kleintjes plat uitgekozen, want die had ik niet meer. Ja, ik weet alleen nog ze qua formaat zeggen dat het is, want je hebt nu al eentje aan het zien. Twee. Ah, kijk. Zal ik ze laten zien? Ja, ik denk het wel, want die zijn aardig plat. En ik wil de kleintjes. Ik ben natuurlijk allemaal kleine oorbelletjes kwijt. En nu heb ik deze. Kijk of die scherp wil stellen. Ja. Die zijn wel heel cool, hè? Ja. Mij voorzichtig liggen. Nee, ik zit erin. Kijk wat erin zit. Gaan we deze ook kijken? Oeh, en dan krijg ik de ketting bij. Kijk. Tadaa. Zo, er zit aan het... Oh. Kijk nou, het flesje blijft helemaal in zitten. Het past erbij, toch? Ja. Ja. Nou, een beetje pluisjes erin nog, maar de ketting erbij. Yay. Oh, en nog een cadeau. Oeh, daar houden we van. Kunnen we die dan samen doen? Ja, die kant. Ik hoef hem ook op te doen. Heb je die? Oh, kijk uit, heb je het er bijna uit, hè? Wat zou hierin zitten? Ik denk dat ik het weet, maar wat denk jij? Wat denk je dat erin zit? Een cadeau? Ja. Wat voor cadeau? Eerst raden! Een papier. Nee, dit is onze leren bruiloft. Wat denk je dat het cadeau is? Ja. Een ketting. Een ketting. Ik denk iets anders. Wachten. Even zo. One. Two. Wat denk je dat het is? Three. Even wachten. Hij trekt een beetje vaak in. Ik heb een vermoeden. Een horloge. Ja. Had jij dat gedacht? Ja, dat herkende ik een beetje aan de vorm van de doos. Het is een Michael Kors horloge. Kijk. Vind je hem mooi? Ja, ik zei het. En ik heb deze. Oh, hij stelt hem scherp. Michael Kors horloge. Je moet hem wel strakker maken. Ja, je kan langs altijd. Je kan daar langs om hem even tot maat laten maken. Zei ze. Ja, zo is die. Ik heb echt van die dunne polsen. Hij is wel mooi, hè? Ja. Ik weet ja. Zeker of je roze goud mooi vond. Ja, dat vind ik heel leuk. Ja. En ik heb geen roze goud. Sowieso heb ik niet heel veel horloges meer. Want er zijn heel veel gepikt, hè, van mij. Ja. Dat zegt ze heel blij. Ja. Dank je. Veel. Kom maar, doe maar niet. Schat, want je maakt hem alweer kapot. Dank u. Dank u. Sarah ligt op bed. En wij hebben besloten dat we film gaan kijken. En nu moeten we dus een film gaan vinden die we allebei willen kijken. En dat is soms best wel lastig. Ik had een film die ik heel graag wilde zien, maar die wil Marco niet zien. Anders kijk je bij trending. Dan staan vaak de nieuwe populaire films erop. Al gezien.
Nee, niet alles is oud daarin. Ja, je hebt ook die top 10 altijd. Daar staan die nieuwste films altijd in. Daar heb ik ook al een paar keer een goede film in gevonden. Dat vind ik altijd jammer. Op Netflix heb je die populair op Netflix en trending en alles. Het staat elke keer in een andere volgorde. In plaats dat je het altijd gewoon kan vinden, moet je altijd zoeken waar die balk nu staat. Ja, dit bedoelde ik. Het is dit. Nou, dit is voor mij een beetje een jeugdfilm. Gezien. Die film ga jij misschien wel zien. En nummer 7. The Fuck It List. Het klinkt heel grappig. Ik heb geen zin in een haaienfilm. Doe maar een beetje een comedy of zo. In een dansfilm of zo. En die heb ik al gezien. Lang geleden, maar. Oh, The Notebook blijft zo'n goede film. That's one of my favorites. Jij houdt er niet van, hè? Heb je die wel gezien, de Notebook? Ik vind dat je gewoon de Notebook moet je gezien hebben. Of het nou je genre is of niet, maar... Het is gewoon een all-time classic. Ik wil gewoon echt een goede film. Wij gaan deze film kijken. Ik kende hem niet. Jij ook niet, hè? Dus ik ben benieuwd. En ik heb lekker popcorn. Alweer. Nou, dat heb ik echt lang niet op hoor. Hey. Laatste keer was mijn kitty met de film. Je hebt weer, weet ik veel, van snoep. Ja. We hebben de film niet eens afgekeken. Marco was zo moe. Dus die is naar bed. En de film begon. En we hadden zoiets, ja, weten we het niet. Niet echt heel boeiend. En nu begon hij net wat boeiender te worden. Oh, nog een Marco te knikkelen. Dus kijk, morgen of overmorgen of zo weet ik veel wel verder. Eerst even de vlog doen. Zo, dit is kapot moe. Wat me gelukt, ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!